De 2005, RT 2005, kom eens uit voor de zee over. Als je recht bericht. U kunt prio 1 naar de Sint Maartenlaan, daar is een medische noodsituatie gaande. De brandweer, ambulance en de lifeliner zijn al onderweg over. Nou, wij gaan onderweg. Ja, dat is vernomen. Kijk, is er nou een medische noodsituatie of? Ja. Oké. Okay. Ook als het handschoentjes. Lifeline of lief mij? Ja, als je mij ook handschoentjes klaarlegt. Ja. We staan, ik ga straks naar binnen. Ja, ik kijk wel even met je mee. Zie je naar rechts denk ik hè? Ah, nee, gewoon nog rechtdoor. Rechtdoor. Nog een hele lange weg rechtdoor. Ah, heel lang. Lifeline, ik weet niet of ze met, ja, MMT. Ik weet niet of ze met de auto komen of met de heli. Als ze met de heli komen. Want ze maten slaan, hadden we laten ook een melding. Dus geloof ik in de bergen. Ja, het is een heel snel gebied. Ja, dus daar gaat hij niet zomaar kunnen landen. Maar we kijken even. Als de tweede hier. Rechts. Tweede rechts? Ja. Hier? Ja, hier naar rechts. En dan weer naar links. Als maar door zeker. Nee, hier naar rechts is het. En dan is het hier naar links. Dan weer rechts en dan gewoon rechtdoor. Was gereed 2020 mei? Volgens mij wel. Oh, shit, 2005 wel. 2005, geef een bericht. Was er nog meer politie gekoppeld over? Nee, negatief, op dit moment nog niet. Oké, dan graag een eenetje nog erbij voor de zekerheid. Kijk, dan moet je hier ergens naar rechts, volgens mij hier al. In 2020, kom eens uit voor het C. 20 luistert. Ja, heeft u meegeluisterd, vraagteken? Negatief, kunt u dit bericht herhalen? Ja, er is een medische noodsituatie gaande op de Sint Maartenlaan. U kunt met een prio 1 daarheen. De ambulance, brandweer, lijfdelen zijn al onderweg. De 2005 is ook aanrijdend. Ja, dat is vernomen. Prio 1 aanrijdend. Hoor. Ja, dat is vernomen. Ja. OC sluit. Zou het hier ergens zijn? Kijk, volgens mij is het hier al. Hier zo. Ja. Kijk, ik ga naar binnen. Ga je naar binnen? OC 205 te plaatsen. De 2005, dat is vernomen. Ik wacht hier even alles op, want als we hier de hele weg gaan afzetten, dat heeft ook weinig zin. Dus heb je hulp nodig binnen of lukt het? Ja, nee, het gaat wel. Oké. Okay. Ik hoor de brandweer aankomen en Almi zal ook wel zo hier zijn. Ja, hier lijflijn 1 aan MK. Zit ik in een incident gedaan met de politie? Lifeliner 1, ik hoor u over. Oké, voor mij is het een moeilijke plek om te gaan landen. Heeft voor mij misschien een indicatie waar er een veilige plek is? Vliegt u al boven incident over? Positief. Ik ga u even zoeken. En als ik u zie, dan... moment. Amir F4-1. F4. Ik maak ruimte voor je. Zet hem F4 neer. Lifeliner 1, moment. Priority helicopter will depart in front of you. For your winner, position yourself a beam stand 15. Hoi, stop. Ik ga even snel een lifeliner ophalen. Ambu, zet hem daar. Misschien kun je hem even een beetje daar neerzetten. Dan kan hier nog alles door voor het geval dat er nog meer komt. Ja? Yes. Lifeliner 1, hier de politie. Ja, politie zegt het mij. Ik heb nog steeds geen zicht op u. Ik ga kijken. Het lijkt mij beter dat we wel even naar wat hoger op gaan. Daar zal het wat platter zijn. Over. Ja, ik vlieg een beetje die kant op. Ook. Ja. Onderling contact 25. Even recht. Ja, ik ga even de lifeliner ophalen. Is goed, dus politie, collega's, ja, ambulance en brandweer zijn in en naar binnen gekomen. Top. Lifeliner 1 hier, de 25. 25 zeg maar.
Dan ziet u ergens een politie T5, T6 excuus rijden met blauwe zwaailichten en een groen lampje. Positief, ik zie u. Waarom zie ik u dan niet? Ik hang momenteel boven de queue. Oké, dan rijd ik daar even die kant op. Dus goed, dus kom ik hier naar links. Ja, ik kan in principe daar landen. Waar ik nu rij? Positief. Ja, ik denk dat hier wel een mooi plekje is. Rekening houden met een klein boompje die er staat. En een vrouw en een hond, maar die kan ik wegsturen. Ja, dan ben ik kan landen. Ja, ik heb zicht op u. Vrouw is even afstand wilt houden, gaat ze meteen een traumahelikopter landen. Dankjewel. Lifeline naar 1 moment, ik ga even hier naar de locatie nog eens kijken. Ja, Lifeline naar 1, als u tussen de bomen en de grote steen, ik weet niet of u die goed kunt zien, daar tussenin landt, dan is het redelijk vlak en daar kunt u landen. Probeer niet op het weggetje te landen, want dat gaat niet helemaal lekker, denk ik. Ja, ik ga het proberen. Lifeline 1 MK geland hoor. Ja, dat is vernomen, Lifeline 1. Onderling. Evenricht. Heb jij iemand van die andere collega's die de Lifeline er even kan bewaken? Want Kijk, ik zie nog eentje bij de voordeur staan als die dan naar buiten kan, als we dat op zijn. Ja, als die dan even deze kant op komt. Dan kunnen wij in ieder geval iemand bij die Lifeline neerzetten. Ik ga dadelijk zo meteen ook wel even die kant op anders. Maar voor nu moet ik even die arts naar incident brengen. Ja, ik heb een collega naar buiten gestuurd. Top. Als hij de weg afrijdt en dan een zandweg omhoog, dan komt hij bij de Lifeline eruit. Moet niet te missen zijn. Ja, ik zal het doorgeven. Hoi trouwens, ik zorg dat er iemand naar die heli komt. Ja, ik verwacht niet dat iemand een heli probeert te stelen, maar je probeert dat je weet het maar nooit. Niet. Ah, daar zijn ze al top. Kijk, was dat precies bekend dat we hadden of niet? Nee, voor ons ook alleen een medische noodsituatie. Oké, we gaan het zien. Het is hier al. Hey, tot de kellen. Yo, tot zo. Lukt hij een beetje binnen? Ja, alles is onder controle. Was er verder nog iemand hier in het huis die we moeten opvangen? Nee. Oké. Als enigste. Dan gaan we even naar buiten. Top. Ze gaan? Ja, persoon nog niet mee. Oh, oké. Okay. Was niet zo ernstig. Nee, dat laat niet mee om af kunnen doen. Oh. Nou, jij gaat er terug. Ik mee te vallen. Oké, okay, top. Ik zou zeggen, stap in, we brengen je. Top. Haal brengservicen. Ah, dat vind ik mooi. Zeg maar, Lifeline 1 die komt toch uit Amsterdam, of vergis ik me nou? Ja, maar we kwamen net van een incident en stonden we even op de heek. Ah zo. Ja, want de tweede is geloof ik, er waren wat andere incidenten ook gaan, een ongeval of zo, die zal daar nog wel naartoe zijn. Waren jullie er ook in? Nee, we hadden een ander ongeval, de A15. Oké. Nou, fijn dat het zo'n samenwerking kan zijn. Klopt. Nou, is goed, dus je heli nog helemaal heel en nog helemaal compleet. Dat hoop ik. Ja, weet ik zeker, ja. Dat denk ik ook. Een hond hier. Kijk eens aan. Oh, zo, twee collega's. Ja.
Zo doen we dat. Goed, ja, ik wens jou nog een hele fijne avond. Bedankt voor de inzet. Hetzelfde. En wie blijft tegen. Binnenkort. Heren, super, dankjewel. Jo, weinig. Kom eens naast me staan. OC 2005. Of had je al gezet hebt? De 2005 geeft bericht. Ja, even een hele sitrap van alles, mocht u nog niks door hebben gekregen. Lifeliner is weer opgestegen, die was niet nodig. Ambu was tevens ook niet nodig, dus iedereen is weer met vervolg en patiënt is thuis gebleven over. Ja, dat is vernomen. Iedereen een fijne dienst verder. Ja, van hetzelfde. Wij gaan op status 1. Ja, dat is vernomen. Over. Zo, wat was het nou? Gewoon onwelwording dan? Ja, ik weet niet precies meer wat Ambu zei. Oké. Okay. Maar je had gewoon een stabiele zijligging aangehouden? Ja, gewoon stabiele zijligging. Wat een hartslag. Oh. Nou, top. Verkeer kon lekker doorrijden. Lifeliner was te snel. Weer een prima inzet.